Hij wordt opgenomen, dan weten we dat vast. Hey, heel erg leuk dat je kijkt naar het webinar over houtdraaien. En deze keer ga ik het hebben over gutsen. Het is namelijk augustus. En in augustus vind ik het leuk om wat te vertellen over gutsen. Ik heb hier een viertal gutsen die ik regelmatig hier in mijn werkplaats gebruik. En ja, daar wil ik even wat over vertellen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je kan vertellen over gutsen. Maar er zijn overeenkomsten en er zijn ook verschillen tussen. En ik denk dat het goed is om die even heel erg helder te krijgen. Dat even uit te leggen wat je met die gutsen kan doen. En ik zou ook een kleine illustratie geven van de gutsen in combinatie met het spindeldraaien. Dus dat is misschien wel weer een leuke idee. Dus, nou, ik heb hier vier gutsen in mijn hand en ik begin hier gewoon voor jullie rechts. Dit is de afroeguts. Dus hier is een mooie holle U. Ik ga straks in iets meer detail over behandelen. Dit is de afroeguts, gebruik je voor het spindeldraaien. Alleen voor het spindeldraaien, je wordt voor schaaldraaien gebruiken. Dit is de vormguts. Dat is dat is de guts die ik bij het spindeldraaien het meest gebruik om de vormen te maken. Om de vormen te maken in het hout. Daarmee kun je holletjes, bolletjes, vegel van maken. Maar je kan het ook wel bij het schaaldraaien gebruiken voor wat detaildingetjes. Het maken van voetjes of een detaildingetje, soms de rand of zo. Alleen omdat die wat dunner is, kan je niet echt een diepe kom ermee uithollen. Heel oppervlakkige dingetjes zou wel kunnen. Dus een schoteltje of zo bijvoorbeeld, die zou je er wel mee kunnen maken. Nou, dan heb ik een guts die gebruik ik eigenlijk niet zo vaak, maar ik vind hem wel leuk om even te laten zien. Omdat er ook historisch gezien wat mij betreft een mooi verhaal aan zit. Dit is de continentale vormguts. En dat is dus eigenlijk een wat bredere versie van de vormguts die ik eerder heb laten zien. Het is een beetje een kruising tussen een vormguts en een afroeguts, vind ik. Hij is wat breder, hij is wat groter. Hij is ook te gebruiken als afroeguts. Je kan hem ook prima gewoon als afroeguts gebruiken. Hij is iets minder diepe U, zeg maar. Ik weet niet of je het kan zien, zo is het iets verschil. Hè? Dus hij is breder dan de vormguts hier in het midden. En hij is iets minder diep dan de afroeguts. En hij heeft ook een wat gevormde, dus de neus is ook wat gevormd. Nou, we zijn die in allerlei verschillende vormen te slijpen natuurlijk. Dus ik heb ze ook vroeger wel geslepen als een afroeguts. Zelfs in de tijd dat ik net begonnen was met houtdraaien, had ik wat gereedschap via Marktplaats. En daar zat eigenlijk zoiets bij. En die heb ik als een soort afroeguts geslepen. Daar heb ik best een poosje even mee kunnen werken als afroeguts. Maar dit vind ik nu iets fijner, omdat hij ook wat meer curves mee maakt. Dus je kan hier wat meer vormen mee maken, wat meer glooiende lijnen. Dat is wat ik vandaag ook wil gaan doen. En ik heb hier dan, last but not least, heb ik hier de schaaldraaiguts. En de schaaldraaiguts, ik denk dat het mooiste het verschil kan vertellen tussen de schaaldraaiguts en de vormguts. Als je de schaaldraaiguts vergelijkt met de vormguts, even een beetje richting de camera mikken zo. Een beetje zien wat ik doe, zo. Ja. Als je die twee vergelijkt met elkaar, zie je dat die schaaldraaiguts veel diepere U heeft. Dus die gul is veel dieper gemaakt. Terwijl die bij de vormguts relatief wat ondieper is. Vormgutsen vaak iets minder dik van staal en schaaldraaiguts wat dikker. En dat is ook logisch. Maar bij een schaal ga je heel vaak ver over de leunsbaan heen met het gereedschap. Hè? Dus je leunsbaan, bij vormgutsen, dit is mijn leunsbaan. En ik ga draaien, dan kom ik eigenlijk zelden meer dan 3-4 centimeter over die leunsbaan als ik een vormpje maak. Een beetje afhankelijk van het hout wat je bewerkt. Hè? Dus als je een bolletje maakt of zo op een stuk hout van 5 centimeter, komt die nooit verder dan 2,5 centimeter ongeveer over die leunsbaan heen. Dus je staal van je gereedschap mag ook wat dunner zijn. Dat is ook weer handig, want daarmee kan je dus makkelijker in de smalle hoekjes. Als je een klein holletje wil maken bijvoorbeeld, dan moet je niet een hele brede guts hebben, want dat past niet. Dan kom je er gewoon niet tussen. En dan kan je holletje niet smal genoeg zijn, dan wordt hij te breed. Een schaaldraaiguts is dus wat dikker, wat steviger staal, waardoor je dus ook makkelijker wat verder over die leunsbaan heen gaat. Wat dus ja, eigenlijk steeds het geval is met schaaldraaien. Je stelt je leunsbaan wel zo in dat je zo min mogelijk over je leunsbaan heen hangt. Maar ja, bij het buitenkant maken van je schaal, je leunsbaan is recht en je schaal is krom. Dus dan heb je al gauw dat je dus een stukje hebt waar je meer over de leunsbaan heen gaat, omdat die dus schaal krom is aan de buitenkant. Maar ook bij het uithollen van de schaal heb je dus wel profijt van die wat dikkere staal van je gereedschap. En dit is de 10 mm, dus die uit de standaard Sorby set. Die set 67HS heet die. Raad ik echt iedereen aan te kopen. Ik heb geen aandelen in Sorby, zou ik wel moeten hebben, volgens mij. Maar ik ben helemaal weg van de dingen die ze maken. De kwaliteit is echt super mooi. En ik hou echt van die hand, dat vind ik zo lekker in de hand liggen. Echt comfortabel. Maar ik zou eigenlijk een iets dikkere gebruiken voor schalen. Dus dit is een 10 mm, die zit in de standaard set. Maar ik heb ook een 13 mm, dus dan is het staal wat dikker. Waardoor je echt wel wat grotere schalen kan draaien.
Er zijn ook nog dikkere. Daar zou ik op een keer wel een beetje mee oppassen. Die worden ook weer een beetje lomp en een beetje zwaar. Terwijl je eigenlijk liever dan gewoon een heel lange handvat wil hebben. Dus maak je echt vaak hele diepe schalen. Dan is het misschien een idee om te gaan kijken naar zo'n sovereign system. Dat is met zo'n wisselbaar handvat met waar je eigenlijk die losse stalen van die gutsen kan verwisselen. Dan heb je namelijk wat meer hefboomwerking met je handvat. Zodat je ook als je verder over die leunspaan gaat werken, nog steeds controle hebt. Dus bij deze stuk, als ik heel diep zou gaan, dan kom je hier en je kijkt een kort hefboompje ten opzichte van die leunspaan. En dit is een centimeter of kleine 20. Dat is best wel diep. Maar als je een beetje flinke saladeschaal maakt, kom je wel op dat soort maat uit. Dat je zover over die leunspaan heen. Heel veel informatie. Alsjeblieft. Elke guts heeft zo dus zijn eigen functie. Dat is het belangrijke. Wat ik echt een heel belangrijk vind om altijd eventjes nog te benadrukken. Mijn kinderen hebben me wel eens teruggegeven. Dan zeg ik, pas op, dat is gevaarlijk, zeg ik wel eens. En dan hoor ik mezelf zeggen, oh. En zij zeggen tegenwoordig ook al, zij Peter Peer. Weet je, dat is gewoon, weet ze alweer, oh ja, dat is gevaarlijk. En dan moet ik ook niet te veel zeggen eigenlijk. Laat ze lekker ontdekken, weet je wel. Maar ja, als ze hoog in de boom zitten, ga je toch een beetje zenuwachtig worden. Maar wat ik wel even wil zeggen over veiligheid. De afvuurguts is alleen voor het spindeldraaien. Alleen om dus langwerpig hout, zoals ik hier in de draaibuk heb zitten. Dat is een mooi lang, dat is een oud tafelpootje. Mooi beukenhout, echt prachtig hout, lekker oud. Ook, dus het zal mooi fijn nervig zijn, ook verwacht ik zelf, dus echt mooi. Dus om dit soort hout rond te maken. Dus voor schaaldraaien, waarbij het hout dan dus andersom in de draaibuk zit. Hè. Dus dit is een schaaltje, zeg maar. En de nerf in het schaaltje loopt zo rechtop. Dus ten opzichte van dit hout, dit zou dezelfde nerfrichting zijn. Zo'n de lengterichting. Maar een schaaldraai is een kwartslag gedraaid. Als je hier met een afvuurguts gaat werken, dan gaat hij onder het kopse hout happen en dan gaat hij heel veel vezels uitplukken. In het beste geval. Je hebt ook kans dat je guts afbreekt. Dat is eventjes nasty en ik hoop echt dat je dat niet nodig hebt. Schaaldraaien doe je nooit met een afvuurguts. Daar gebruik je een schaaldraaiguts voor. Heel belangrijk. En waarom is dat? Daar zit natuurlijk een belangrijk stukje in. Wat is nou het verschil waarom je dan met een schaaldraaiguts wel een schaal kan draaien en niet met een afruwguts? Met een schaaldraaiguts kan je wel een schaal draaien omdat je het snijvlak veel makkelijker kan doseren. Dus je kan veel makkelijker doseren hoeveel van het scherpe deel van die guts tegen je hout aan zit. En daar zit een alle controle in. En daar zit het hem gewoon in dat je gewoon zo'n stuk hout op een veilige manier rond kan maken. Ook al is het een groot vierkant stuk hout dat op je draaibank rondzwabbert en heel veel wind veroorzaakt, zeg maar. Maar dan nog kan je het op een veilige manier doen, dat die guts heel mooi te doseren is. Die afvoerguts die heeft een rechter profiel, zeg maar. En waardoor die minder makkelijk te doseren is als zodanig. Vooral in combinatie met dat kopse hout. Hij wil dus steeds dieper het kopse hout. Bij langshout, zoals hier, heb je dat niet, heb je dat probleem niet. Maar kom je een dikke knoes tegen in het hout, dan zou je merken dat hij er toch moeite mee heeft, dat hij een beetje zwaarder loopt daar, dat hij dat minder fijn krijgt. Dus dat is even een belangrijk verschil. Dus die afgeguts alleen voor het spindeldraaien, schaaldraaien, alleen voor schaaldraaien. Dat heb ik voor mij ook al een keer laten zien in het webinar, dat je toch met een schaaldraaiguts ook wel weer kan spindeldraaien. Dus dat is ook wel weer mogelijk. Maar dat is meer even een, ja, dat is... Zou ik meer doen in gevallen waarbij je dus echt je gereedschap te dun is. Hè? Dus wat ik net eerder al zei. Stel bijvoorbeeld dat je een grote diameter hebt. Dus een stuk hout van 15 centimeter. Dan heb je al zo'n tuinpaalachtige formaat. Weet je wel. En dan wil je een bolletje aandraaien. Je merkt dat deze guts gaat klepperen. Hè? Omdat je dus verder dan 3-4 centimeter over die leunspaan heen gaat. Wordt het staal als het ware wat flexibeler. Dan kan het zelfs helpen om een schaalbijguts te pakken. Om daarmee je vorm te maken. Die werkt namelijk precies op dezelfde manier. Er zit ook zo'n vingernagelprofiel aangeslepen. En die werkt dus op diezelfde manier als vormguts. Maar wat ik eerder zei, dus voor kleine werk is deze niet geschikt. Dat ziet er grof voor. Maar het kan wel. Dat even tot daar. Dan ga ik nu wat laten zien. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling ook, dat ik wel die draaibank even aanzet. Want ik wil toch wel iets mee naar huis nemen vanavond. Dat is toch een beetje de bedoeling. Dus nou, we gaan aan de slag. De helm op, heel belangrijk. Wat ga ik maken? Ik heb hier een mooie tafelpoot. En iets wat heel lang op mijn lijst staat om te maken, heb ik nog nooit gemaakt, is een knuppel. Ja, niet dat ik gewelddadig ben. Maar ik herinner me vroeger op de basisschool, als we gingen honkballen. En voor mij noemden we dat niet zo, het heette anders. Ik weet even niet meer wat, maar slagbal, zo zullen we dat genoemd hebben, zo denk ik. Zoiets was het. Dan had je al de keuze uit drie.
Je had de grote honkbalknuppel. Dat is echt zo'n Amerikaanse groot ding, weet je wel. Maar die is moeilijk, zwaar, moeilijk om te gebruiken. En je had een plankje. Dat is als het echt niet lukte, dan pakte je het plankje, weet je wel. Ja, ik weet niet of het softbal was. Ik weet niet precies hoe ze het noemden. Maar het was in ieder geval iets met een tennisbal gebruikt ook. Het was met een tennisbal. Dus je had of zo'n honkbalknuppel, of zo'n plankje, of ze hadden een heel mooi klein knuppeltje. En het was echt zo, nou ja, ding wat hierin zit zo. En het was echt een soort honkbalknuppeltje, maar dan iets korter, een stuk lichter. En ik weet nog, dat was mijn favoriet vroeger. En als ik die tennisbal daarmee raakte, oh, dan vloog die ver. Oh. Dus, nou, dat gaan we maken. Ik ben heel benieuwd. Ik zei al, het is een tafelpoot. En mocht het niet lukken, ik heb er nog drie. Dus we gaan het gewoon proberen. Ook weer een leuke bron voor hout trouwens, dat soort dingen. Een mooi oud tafeltje. Maar ja, het tafeltje was niet zo mooi, maar de poot was wel mooi puk uit. Ik ga de camera even draaien, dat we ook eventjes naar, dat jullie naar buiten kunnen kijken wat ik zeg. Maar is niet nou. Ja, oké, kijk, dat is buiten. Mooi hè? Oh, het is zo lekker, groen hier. Heerlijk, rustig ook, vogeltjes. Nou, we gaan hier even de draaibank zo, of kijk, een beetje zo, of iets lager. Een beetje bijbuigen, zo. Die zo, een beetje daarnaast, zo, ik denk dat dat beter is. Ja, dat is beter. Perfecto. Nou, dan gaan we eerst eens rondmaken. Ik heb het hout al ingeklemd, ik heb de meenemer erin geslagen. Ik heb gecheckt dat het strak genoeg zit, alles zit vast. Die kant zit vast. Dus wat ik nu ga doen is deze nu eerst rondmaken, tot een ronde vorm. En dan ga ik vervolgens met die continentale vormguts... wacht even, daar heb ik nog niets over verteld trouwens. Ik zou denken, ik heb al verteld over vormgut, ik ben er eentje nog vergeten. Dan gaan we even terug naar het theorie stukje. kan gebeuren. Ik zag iemand reageren met een continentaal guts. Dat was ik vergeten. Doe er gewoon even bij. Want je hebt namelijk een continentaal vormgut en de normale vormgut, zou ik zeggen. Maar als de ene continentaal is, hè, dat is van het continent, dat bedoelen ze dus ons mee. Dat, zo zie ik het altijd tenminste, daar hebben ze het altijd over. Als het in Engeland hebben ze over het continent, bedoelen ze Nederland, Duitsland, België mee, voor mij. Het continent, de continentale vormgut. En je hebt ook dan noem ik dan maar de Engelse vormgut. Ik weet niet of het zo is, maar, ze zijn anders gemaakt. Ik zal je laten zien, daar zit het verschil tussen die twee in. De continentale vormgut wordt net als een afruwgut gemaakt in een plat stuk staal, wat wordt rondgewalst of rondgesmeed, om het even zo te noemen. Terwijl een vormguts, en dat geldt volgens een schaalguts eigenlijk hetzelfde, die worden gemaakt uit de ronde stafstaal, waarbij ze dus die holling wegfrezen. Dus ze wordt dan weggehaald uit het staal. En dat is ook waarom die schaaldraaigutsen relatief duur zijn, omdat die vorm van die guts is wat moeilijker om te frezen. Dit is een ronde, je kan je ronde frees gebruiken, en die een gekke vorm, ik weet niet waarom, maar dat is dan eenvoudig duurder. Die continentale vormguts, dat vind ik zo leuk, dan ben ik een beetje weg van die guts. Is een van de oudere vormen van guts. Want dit is namelijk iets wat een smid, elke smid zou iets kunnen maken. Als je een beetje metaal kan smeden, dan kan je een stukje staal wel plat smeden en een beetje rond smeden en dan een puntje eraan slijpen. En ik heb video's gezien van de Russische houderijs. Die doen het nog steeds met dus dit soort, ja, soort zelfgesmeden gereedschappen. Ze zien er niet uit alsof ze in de winkel zijn gekocht, zelfgemaakte handvatten. Het staal ziet er een beetje ruw uit. Maar dan hebben ze een soort wat breed uitlopend stuk, wat ja, net iets breder is dan dit. Waar ze wel een soort van vingernagelachtig zo rond profiel aan hebben. Ook zelfs met een vrij spitse hoek. En dat ligt misschien ook een beetje aan de houtsoort die ze gebruiken. Misschien gebruiken ze een wat lichtere houtsoort, zoals linde of berk of zo. Iets wat makkelijker snijdt. Niet voor die droge, harde houtsoort, zoals beuk of eik of zo. Het is wat licht. Die hout ziet er wat heel licht uit ook. En daarmee kunnen ze het hout echt super efficiënt snijden. De krullen, de vliegen er vanaf, echt fantastisch. Het voordeel van zo'n continentale vormguts is dat hij wat breder is. En daardoor is hij heel mooi voor de wat grote glooiingen in het hout. Op die manier kan je dus het hout mooie glooiing meegeven. Wat dan weer, in het geval van bijvoorbeeld een knuppel, er zit dus een glooiing in. Nou, gaat zien of die werkt. Wat ik wel even bij moet zeggen, dit gereedschap die ik hier in mijn hand heb, dat is een mooie oude Hollandse nooit gedacht. en wat nooit echt leuk merk, Nederlands staal. Zweeds staal geloof ik was zelfs. Maar goed, maakt niet uit. Maar het probleem is alleen dat het staalkwaliteit, dit is geen HSS. Dus dit is koolstofstaal.
voor de van consoles staan. Dus dat je het vlijmscherp kan slijpen. Je kan het beter polijsten. Je kan het scheermes scherp krijgen. Maar het nadeel is dat het ook wat zachter staat. Dus daardoor wat sneller bot wordt. Dus we gaan kijken of het werkt. En anders is zo'n curve, als bij een knuppel, ook nog wat te doen met een afroeguts. Daar kan je ook wat van die curves mee maken. Maar het mooiste zou zijn als ik deze in HSS had. Maar het is maar wat ik heb. En ik vind het leuk. Voor af en toe dat ik hem gebruiken kan. Dan gebruik ik hem graag op die manier. Dus dat is even over de continentale vormguts. Dus dat is een historisch voorbeeld eigenlijk. Dus dat vind ik het leuke van dit soort gereedschappen. Dat ze in de oertijd. Maar vanaf de middeleeuwen denk ik ongeveer zoiets. Dan konden ze dit dan maken. Dat was fantastisch. Dat vind ik heel interessant. De geschiedenis van hout. Maar goed, dat gaan we een andere keer een webinar over houden. Even omdraaien weer. Zo, terug naar die kant. Oké. Dan gaan we weer. Zo, iets naar beneden. Hoppakee. En een beetje draaien. Hoppakee. Zo, dan zijn we een beetje erbij. Nou, dan ga ik het hout laten ronddraaien. En dan ga ik hem eventjes rond maken. Zo. Even een klein slokje water tussendoor. Zo, draaibak aan. Ik ga naar 1800 toeren, dat is voor een stuk hout dit formaat, is prima. Glaadscherm voor natuurlijk. Ik begin rond te maken met de afroeguts. Hoe ver die al gaat. Oh, mooi. Ja, dat is wel mooi beukhout, zeg. Ik vind het mooi. Voor zo'n lang stuk trouwens, hè, dus een wat langer stuk, zet ik mijn leunspaan dus nu eerst aan de rechterkant. Maak hem hier even rond. En dan, een klein stukje nog. En dan verschuif ik mijn leunspaan naar de linkerkant. Dat ik het dan in één keer red. Maar dan maak ik hem eerst rond om te kijken wat ik heb. Welk hout zit er eventjes dat stukje met... het is wel een beetje lak. Zo zou het zijn misschien wel. Ja, het is wel een beetje lak. Dat stukje even af, dat weer een blanke hout zichtbaar is. Dan weet ik ook wat de diameter wordt van de knuppel. Yes. Iets meer opschuiven, redden we dat. Ja, net aan. Ik doe het liever niet in één keer, dat doen we gewoon in twee keer. Je wil dan hier hebben dat je met je guts net op het einde eraf glijdt. Dat je net dat laatste stukje niet kan snijden, dat je voet eraf valt. En dan kom je met die guts, die val je ervan af en dan glijdt. Dan kom je net even met die scherpe randen onder dat hout. En dat, dat zou ik dat niet aanhalen. Zo, iets dichtbij. Ik zal het laten zien, dat kan dus ook met die continentale gut. Hetzelfde manier als dat laatste zinnen. Ik zie nog wat donkers. Ja, een klein stukje nog eraf. Er komt lekker lange tinten vanaf ook. Voorzichtig voelen. Ja, een klein stukje die doet aan de binnenkant van mee.
laat mijn vinger langs de leus van glijden om zo recht, recht te maken. Ja, daar is ook iets dikker daar nog. Het begint wat dunner te worden, hè? Dus het is net dat je wat resonantie krijgt. Het is een beetje een gekke knuppel als ik het zo zie trouwens. Maar hij moet in verhouding wat dikker zijn. Maar nou ja, het gaat om het idee. Het gaat om het idee. Nou, dan ga ik even een potloodje pakken om het even te schetsen. Hoe ik dat zie. Even kijken hoor. Dus het begint, ik hou een klein stukje van mijn meenemer af. Dus hier stopt hij dan eventjes ook een beetje ruimte om die bolling te maken aan die knuppel. Krijg je hier dat lange, dikke stuk, zeg maar. Dus een stukje wat een beetje recht is. Begint hij hier ongeveer met krom te buigen. Naar een handvat. Ja, waar zal dat zitten ongeveer? Hier ongeveer zo. En dan eindigt hij hier met die een soort pommel of zo heet dat, denk ik. Is dat een pommel heet? Maar in zwart is dat een pommel volgens mij. het uiteinde. Maar dat hij niet uit je handen glijdt. Dat is het belangrijkste. Er zijn een paar technieken om dit te doen. Ik wil eigenlijk natuurlijk zo lang mogelijk mijn dikste stuk aan de linkerkant houden. Omdat daar mijn aandrijving vandaan komt van het draaien. Dus ik zou hier beginnen om nu wat dunner te maken hier aan de rechterkant. Een beetje opschuiven. En dan, kan ik ook laten zien hoe ik dan hier aan het uiteinde die pommel draai. Ik ga het gewoon een pommel noemen. Misschien heet het anders. Anders moet ik zelf maar een naam verzinnen. Dat kan ik ook, hè. Dan zie ik de streepjes niet meer natuurlijk. Hier zat er één, daar zat er één. Hier zat er één. Ja, is om en nabij. Ik kijk straks of de vorm klopt. Dat is ook alweer een dingetje. Vind ik altijd leuk om als je bezig bent. Dus hier moet vooral wat materiaal weg. Duw hem gewoon met die zijkant. Ik laat hem net rechts van de zijkant snijden. Gulwijs iets naar rechts. Ik kan ze ook naar links laten draaien. Om de knopje te maken. Vaak werk ik eerst grof. Ik maak eerst grove vorm en daarna ga ik hem verfijnen. Het is ook een leuk miniatuurknuppeltje zijn als ik naar te kijken. Ik vind het leuk, hè? Dan moet ik niet te smal hebben natuurlijk, dan wordt hij weer te flexibel, te dun. Nou, het begint ook al wat dunner te worden. Ik hoor wat resonantie als ik hier op midden werk. Heel flexibel. Op te lijken. Hier is een oude bed hier. Ja, ik voel wel een aparte knuppel zo, denk ik hoor. Dus even voelen, dat het al een beetje voelt, zeg maar. Dat is wel een goede om te doen met dit soort dingen. Oh, maar er zit wel een lengte aan. Zo. Ja, dat kan goed. In dat pommeltje hier, dat voelt al goed. Moet iets rond te worden, dus ik kan hier nog een stukje weghalen. Ja, dat voelt er goed. Er zit wat resonantie in, hè? Het begint wat dunner te worden, wat flexibel het houdt. Hier het midden zie je dat je dus resonantiekringen krijgt. Even kijken of een beetje in kan zoomen, dat je dat kan zien. Zie je dus hier die groeven komen. Een soort spiralen. En dat komt dus omdat het hout wat
wat flexibel begint te worden. En de truc om hiermee om te gaan, is om te zorgen dat je niet te hard kracht zet. Als je namelijk veel kracht zet op het hout, dan duw je het hout nog verder naar achteren met de guts. Dan heb je kans dat het hout zich over je guts heen gaat tillen. Als het hout echt wat dunner is, heb je kans dat je werkstuk dus ook breekt op dat moment. Het is een veel voorkomend probleem als je toverstaf verdraait. Die zijn natuurlijk nog veel dunner. Dat is eigenlijk in feite een heel dun staafje maar. Van ruim onder een centimeter dik. Rond de, misschien een halve centimeter dik ongeveer. Zoiets. Dat is de totale lengte is van 40 centimeter. En dan merk je wel dat heeft wel invloed dan, zeg maar. Dan merk je wel dat het lastig is om dat te draaien. Nou, ik zal even laten zien hoe je dan met die uiteinden kan draaien. Dat zal ik dan met de vormguts doen. Dus dat is even op de goede kant hier. Ja. Dus de vormguts is meer voor die kleinere bewegingen. Kijk of die vorm kan maken zo. Dan zit die guts net, die camera net in de weg. Even iets hoger. Dan... Sorry hoor. Even schudden. Anders kom ik straks met mijn guts tegen de camera aan. Moet je even een stukje weghalen hier. Ik doe het meteen al met dat bolletje. Ik kan een beetje oefenen. Ja, dat ziet er perfect uit. Dat vind ik een leuk pommeltje. En straks het einde ga ik proberen hier zo dun mogelijk af te steken. Dat ik echt een mooi zo glad onderkantje krijg daar. Dus kijken of ik met de vormguts hier misschien ook beter dat stukje kan doen waar die resonantie zat. Even kijken, een beetje bij kan. Beetje zakken weer. Iets meer aan dit stukje. Kijk of het met de vormguts minder resonantie geeft. Het is wel een beetje, omdat je dus een smallere snede maakt met gereedschap, heeft het minder neiging om het hout tegen te houden, waardoor je resonantie krijgt. In feite gaat het hout remt even af, wacht voordat je het snijdt. En je kan met de vorm ook een heel mooi glad resultaat krijgen, als het gewoon rustig aan beweegt. Geef je de tijd om zachtjes te snijden. Mooi strak afsnijden bij die pommel. Of hoe dat heet het maar. Ja, dat is leuk. Hè. Je gaat de goede kant op. Nou, dan zijn we nog aardig in onderweg. Moet dit toch wat... dit moet eigenlijk alleen maar gewoon rond zijn, denk ik. En dan komt aan die kant komt er dan nog een... iets gladder dan hier. Ja, glad en recht maken. Dat is nog maar één ding. Want dat eigenlijk telt hij niet mee. Dat is eigenlijk met de, dat zou je eigenlijk moeten doen met de schuine bijtel. Dat is een bijtel en geen guts. En er is wel al guts tussen. Dus ik ga deze hele maand ga ik gewoon geen bijtels gebruiken. Ik gebruik alleen nog maar guts. Dat is een grapje natuurlijk. Maar het kan ook met de guts. Ik zal het laten zien. Als je de guts als schuine bijtel wil gebruiken. Dan kan je een beetje naar rechts toe draaien. En wat handvat wat lager houden. Dan krijg je een soort van schuine bijtelachtig snijbeweging. En dan naar Bolk en aan de andere kant nog een beetje. En dan is er gewoon een knuppel af. Zo. Het is ook niet een hele ingewikkelde vorm natuurlijk, zo'n knuppel. Even omlopen. Daar staat hij een beetje raar. Nou, moet even kijken hoe dat gaat doen. Hier mag je die knop hebben. Dan mag je een beetje bol. Niet te weinig bol zijn. Dan moet het wel een beetje een ronding hebben eraan. Zet ik ook de veiligheid aan, ik zal even linkshandig pakken. Oh, pardon. Ah,
Nou, dat ziet er goed uit. Een mooie curve en zo. Een klein beetje meer om het hoekje denken. Even kijken hoor. Even de lucht om zo te draaien. Zo. Iets hoger. Even. Juist, daar kan je een beetje mee kijken. Dan kan ik je net ook langs kijken. Pas dat die meenemen die raak natuurlijk. En voordat ik hem helemaal afsteek, zou ik even moeten gaan schuren. Zal ik hem even laten zien, dat doe je het niet met een guts. Dat doe ik wel weer zo. Maar ik vind het ook wel leuk om iets af te maken en dan het echt af te werken. Oké. Draaien, sorry hoor. Een beetje een rare positie zo. Lager even, sorry hoor. Zo, nou we zijn er weer hoor. Een beetje lastig met de statief, maar hij doet het. Super Pietje. Zo, zet je leuns maar even aan de kant. Het makkelijk van de spindelwerk is dat je best wel wat... Ja, je kan er best wel wat dingen gelijk zetten op deze manier. Zo, hoppakee. Altijd voorzichtig met de vormen, die kan je dus echt met schuren dus zo verbouwen dat je vorm niet meer hebt wat je wil. Oh, het ruikt echt naar beuken uit. Hier nog een gek hobbeltje. Hoe voel je dat pas met schuren? Mooi lekker glad voelen natuurlijk. Maar ik wil als ik er straks een bal mee sla, dat hij dan gewoon een beetje de goede kant op vliegt. Ik ben heel benieuwd. Oh, dat wordt een beetje warm zo. Ja, gaat goed. Korreltje 180, dat is wel fijn zat eigenlijk. Hoppakee, zo. Oh, lekker. Heerlijk zo, of mooi. Oh ja, mooi beukenhout zeg. Het is inderdaad heel fijn nervig spul. Hele kleine, smalle jaringen. Het is langzaam gegroeid hout. Ik vind het wel leuk hier hoor. Ik zou eigenlijk nog eventjes via de nat en weer droog föhn methode moeten doen. En voor het geval je dat niet weet, ga ik het uitleggen. Als je hout hebt geschuurd, dan zitten de vezeltjes plat gewreven eigenlijk met schuurpapier. En wat je kan doen is door het even nat te maken en dan weer droog te föhnen, kun je het hout de vezels laten opzetten. En als je het dan nog schuurt, dan... Dan zal hij daarna, als je hem dus een keer nat hebt, of een keer met vochtige handen of zo, of een keer een natte tennisbal slaat bijvoorbeeld. Dan niet helemaal harig worden. Blijft hij mooi glad. Oh, dat was een beetje te veel. Ja. Ik ga op zoek naar de föhn.
Is een extra warme foam. Even checken. Dat schiet lekker op. Nog eventjes de fijnste korrel die ik had, dus 180. Ik had natuurlijk al polijsten tot 1200, maar ik heb het idee om deze knuppel te gaan gebruiken. Ook al een leuk tipje als je hout in lengte richting hebt, is om in de lengte richting mee te schuren. Vaak haal je dan nog wat schuurkrachtjes makkelijk mee weg. Maar schuur dan niet meer te lang, anders krijg je weer nieuwe haartjes. Ja, het is allemaal smooth. Hartstikke fijn zo. Lekker hoor. Ja, dan een beetje olie zou ik erop doen. Nou, denk ik. Ik denk dat dat het mooiste is om dit te behandelen. Nou, even kijken of ik die laatste stukjes er eventjes zoveel mogelijk af kan halen. Dan hoef ik ze min mogelijk af te werken op het einde. Oh, pardon. Beetje vet had ertussen gekund. Ik ga eigenlijk dit steeds meer vernauwen, zodat dit een keer echt heel smal wordt. Nog een klein puntje daar maar. Kijk, als je deze kant nog iets dunner kan krijgen. Fijn dun hoor, maar... Hij is nu recht aan de bovenkant. Ik kan hem gewoon afsteken met een afsteekbijtel. Dat is nog wat... Ja, en dat is geen guts. Ik leg mezelf die belemmeringen op, hè. Dus, dat is helemaal niet nodig. Dus een afsteekbijtel gebruikt. Dus voor de duidelijkheid, geen guts, dus een afsteekbijtel. Dus een hele smalle. Voorzichtig in afsteken. Kijk, het lukt of niet. Een beetje op kan vangen. Als ik meer dan één steek brood pakken. Ja, daar is hij. Hoppakee. Oeh, ja. Oh, dat voelt goed hoor. Kijk, dat is wel een lekker gutsie. Even kijken hoor. Hoppakee. Omhoog. En omdraaien. Zo. Ja, hallo. Zo. Jongen. Het camerawerk vandaag is een beetje wiebelig. Ja, en nog steeds scheef. Oh. Ja, even omdraaien zo. Even de goede kant op zo. Ja. Dat is beter. Jongen. Het is weer zoals het is, hè. Het is weer zoals het is. Het gaat er mij niet om dat het super strak is, maar ik bedoel wel dat het er is, zeg maar. Knuppeltje. Ik vind het wel leuk. Ik heb nog nooit een knuppel gemaakt. Het is het eerste knuppeltje. Oh, het voelt wel lekker, hoor. Wel een lekker knuppeltje. Dit is echt, ik denk serieus, dat dit precies het maatje is die ze vroeger hadden op school. Hij is echt heel hanteerbaar. Zoals ik zo een beetje in de camera bij, is eigenlijk heel groot. Oh, nog een knuppel. Dan is hier is het toch een klein knuppeltje. Ja, hij is leuk. Hij is lekker. Het is echt, denk een heel oud tafeltje was. Ik denk dat hij echt wel 50 jaar is. Ik wel echt een heel oud. Het is een formica tafelblakje. Dat ik daar speel. Met zo'n guts kan je trouwens ook nog een beetje iets erbij snijden. Zeg maar, of afsnijden eigenlijk. Hè. Puntje eraf. Zo. Nou, en dan komen we al een beetje richting het einde, denk ik. Zo van het webinar. Als je een vraag hebt, hoor ik het heel graag. En ik wil bij deze meteen ook de gelegenheid gebruiken om eventjes een klein beetje reclame te maken voor de workshops die ik geef hier in mijn werkplaats. Ik geef workshops schaaldraaien en spindeldraaien. De basisworkshop in mijn werkplaats hier in Velp bij Graven, Noord-Brabant. Niet de Velp bij Arnhem, maar die Velp bij in Brabant. En dan leer ik je in één dag om leuke... om het spindeldraaien. Het zijn de basics van het houtdraaien. En wat we vandaag hebben gedaan, dat valt onder spindeldraaien. Dus die technieken om je die te leren. Of met schaaldraaien, met de schaaldraaikurs, het schaaldraaien te leren. Waarbij dus die nerven kwartslag gedraaid is ten opzichte van de spindeldraaien. Het zijn twee verschillende workshops voor. Zo verschillend is in techniek en niet allemaal in één dag past. Dat kan ik je van harte aanbevelen.
Wat ook nog een leuk idee is, als je zegt, nou, ik heb niet zo'n zin om helemaal naar veld te komen, dat kan ik begrijpen. Ik heb ook online houtrijcursussen. Dat is zeker een aanrader. Want ik heb een groeiend aantal mensen die daar aan meedoen. En wat zo leuk is, is dat je gewoon eigenlijk alle technieken die je tijdens de normale houtrijworkshops leert, die heb ik dan in filmpjes opgenomen. Met verschillende cameraposities. In verschillende filmpjes laat ik je alle technieken zien eigenlijk. En het gaat op een rustige manier. Koud ook gezellig. En wat leuk is, je kan dus je filmpjes elke keer weer terugkijken. Het is ook meteen een soort naslagwerk. Je houdt ook onbeperkt toegang. Dus als je eenmaal aanmeldt, kan je nog tot het einde de tijden. Kan jij dus bij die materialen kan je inloggen en kan je de filmpjes bekijken. Dus elke maand is er een vragenuurtje waarin ik je vragen beantwoord. Hier tijdens die schaaldraai of de spindeldraaicursus. Twee losse vragenuurtjes voor die vragen die naar boven komen. Zou ik daar met film, met video kunnen beantwoorden. Eigenlijk zoals ik nu ook met jou in beeld ben. Dus dat eventjes het reclamebokje. Loekie de Leeuw mag weer van mijn schouder af. En dan kan ik nu wat vragen beantwoorden. Ik had een vraag. Hoe hou je gutsen scherp? Dat is een goeie. Die ga ik nu wel meteen even beantwoorden eigenlijk. Dan moet je met dat laatste stukje even af. Dat is nog niet klaar. Dus ik loop vast een beetje richting de kant waar mijn slijpmachine staat. Dan kan ik het even laten zien nog. Wow. Zal ik zo even laten zien hoe ik het slijp. Zijkant van de neus langer met slijpen dan dat je ze koopt. Ja, dat klopt. De gutsen, ik slijp ze iets anders dan ze uit de winkel komen. Ik zal het even laten zien. Ik zal de kamer verdraaien. Maar ik weet niet of ik nou in spiegelbeeld niet alles laat zien. Eerst even deze afwerken. Dat is geen goede plek voor deze dingen. Ik heb laatst wat dingen omgegooid in mijn werkplaats. Nee, niet omgegooid als op grondwielen, maar even wat dingen opnieuw ingericht. En dus ben ik soms een beetje aan het zoeken van, is dit nou een handig plekje voor dat dingetje of niet? Dus een bakje met ijzerboordjes in de laam op mijn zaag ligt, is geen goed idee, weet ik niet. Maar verder niet uit. Dus zoals het is. Nou, knuppeltje, mooi dat stukje ook af. Ja, er zit nog een nopje op. Een beetje schuren is het zo. Ja, kom maar op. Goed. Slijpen. Ik pak even de gutsen erbij. Nee, niet de afzeekbijtel. Die mag er niet bij. Hij bleef proberen. Hij zei, dat mag ook gezeten worden. Hij zegt, nee. Dus jij bent een bijtel. Je bent geen guts. Wel streng. Ik heb twee systemen om te slijpen. Dat is een belangrijke. Ik zal even de kamer omdraaien. Dat toch niet beter is. Kijk hoor. Een beetje zo. Misschien erbij. Iets naar achteren. Dan kan je het zien. Dat is beter. Ja, dat is toch niet beter. Kijk. Juist. Ik heb twee systemen om te slijpen. Ik heb de Pro Edge van Sorby. Dat is een bandschuurmachine. Met slijpmallen. Daar zit hem het belangrijkste stuk van die slijpmachines. Of de Tormek. Ook met slijpmallen. Eigenlijk. Een van die twee machines is Picobello. Welke je kiest hangt af van details. Wat wil je er verder mee doen? En als ik helemaal opnieuw zou moeten beginnen. En ik heb een review geschreven op YouTube. Waarin ik heel enthousiast ben over beide apparaten. Dat ben ik nog steeds. Maar mijn conclusie is een beetje van. Nou, ik weet het niet helemaal. Als ik nieuw opnieuw zou beginnen. En ik zou helemaal geen van beide hebben. Zou ik denk toch voor die Pro Edge gaan. Maar dat komt omdat ik bijna alleen maar hout draai. Dus doe je ook dingen met snijmesjes. Dat soort dingen. Dan is de Tormek misschien toch een betere keuze. Ik was van de week bij Baptist, heb ik zo'n slijphulp gekocht om dus messen mee te slijpen. Die had ik nog niet. Dat lijkt me toch wel lekker voor de keukenmessen, weet je, om die echt kunnen slijpen, omdat ik hem toch heb. Maar dat hebben ze ook voor de Pro Edge trouwens. Het verschil tussen die twee is dus dat die Tormek die draait in een bak met water. En daardoor blijft alles wat je slijpt altijd koel. Dat is een groot voordeel. Zeker als je met koolstofstaal werkt of met wat zachtere staalsoorten. Dat is een groot voordeel, denk ik. Dus met handschaven, dat is al koolstofstaal. Het is beter op te slijpen dan op de Tormek. Maar het is niet onmogelijk op de Pro Edge. De Pro Edge is een bandschuurmachine. En daardoor maakt hij wat meer frictie. Hij wordt niet gekoeld. En daardoor kan je staal wat heet worden. Dus als je dus werkt met wat zachtere staalsoorten. Of met, eigenlijk met die hele smalle gutsjes. Of van die afsteekbeitels bijvoorbeeld ook een beetje. Dan merk je wel eens als je te hard duwt, dat je dus echt het oppervlak kan verbranden. Dus dat is een belangrijk dingetje. Het zijn allemaal echt perfecte apparaten, maar je moet ze met beleid gebruiken. Dat is echt het groot voordeel van de Pro Edge, was eigenlijk mijn reden om hem te kopen.
is dat je hem heel makkelijk een korrel 60 schuurboot op kan leggen. Het is korrel 60. Kan je lekker mee scheren. En die, je kan heel makkelijk een gereedschap een andere hoek geven. En als je een guts koopt bij een gereedschappenwinkel, heeft die vaak nog niet precies het goede profiel. Dat is een beetje jammer. Maar dat komt omdat er zoveel verschillende profielen mogelijk zijn. Dus dat ze in zo'n fabriek kiezen ze allemaal gewoon even over die slijpsteen. En dan, als je het er scherp uit hebt, oké. Weet je wel. Maar slijpen zelf dan nog weer een hoek aan. En zo'n schaaldraaiguts bijvoorbeeld, hè, dus denk ik misschien wat meest tekenende voorbeeld erin. Is een hoek, die slijp ik in een hoek van 55 graden met zo'n vingernagelprofiel. En dat, als je de Tormek Selection Chart kijkt, niet te lezen is zo. Maar die hebben zomaar verschillende instelmogelijkheden. En zie je bijvoorbeeld hier, deze vorm die ik hier heb, dat is dus nummer 4. Die heeft dus een formule. En dat is, als je die formule gebruikt, dan krijg je dus die goede vorm. En dat is JS4P65 en hole A. Dat is voor de Tormek het geval. Gebruik je hem op de Zorbi. Dan is het kwestie van in deze mal te steken. Die zo mooi kan maken. Kut je die mal. Zo. Dan moet die 65 mm uitsteken. Hey, zat ik die 65 van de Tormek? Dat kan. Een malletje. Een mal ook. Een mal echt waar. Waar is het niet? Waar is mijn houdertje? Ja, dat doe ik ook niet. Dan gebruik je van de Tormek, want er zit ook 65. Doe 65. Zo. En dan heb je dit extra hulpstuk nodig voor 55 graden van de schaaldraaiguts. En dit noemen ze de long grind jig, noemen ze dat. Van de Sorby is dat. Dat is een aluminium. En als je dit gaatje gebruikt, dan is het dezelfde als het oorspronkelijke accessoire. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dan krijg je dus een hoek van 45 graden als je deze... Kijk. Zo. Hetzelfde hoek. En dan krijg je dus een hoek van 45 graden. Deze krijg je een hoek van iets meer dan 50 graden. Geen idee waarom die precies in het midden zit. Je kan het zien, dat is net een beetje off-center. Het zal een reden hebben, maar weet ik nog niet. En deze is 55 graden. En dat is precies de hoek die ik nodig heb. Dus helemaal perfect. Dus ja, wat die ene daartussenin doet. Zo hier. En dan zet ik hem zo op. Dat te zien? Nee. Dat is niet te zien. Even omdraaien. Hoppakee, jappa. Zo, kijk. Gaan we zo naar de Peru Edge. Ja, kijk, daar staat hij. Dus ik had 65 mm in de long grind jig. Dan zet ik hem zo in. En dan moet ik hem op deze manier tegen de steen aanzetten. Of tegen het slijpmateriaal bedoel ik dat ook. Dan kan ik zo eroverheen draaien. Waarbij dan dus een constante beweging belangrijker is dan veel druk. Dus als ik veel druk geef, dan krijg ik veel warmteontwikkeling. Constante beweging is veel belangrijker. Maar dan krijg je namelijk gewoon exact. Kijk, ik ben die scherp zelf op mijn handen. Op exact hetzelfde snijvak wat ik al geslepen had. Focus is zo irritant. Dat hij dus het. Ja, daar kun je niet zien. Kijk, dat snijvak is gewoon precies perfect. Gewoon helemaal echt egaal. En dat is gewoon wat je wil zien. Dan krijg je de beste resultaten als je daarmee gaat snijden. Dat is het idee. Dus dat doe je met deze mal. Dat kan met de Tormek precies hetzelfde. Dek eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Dan maakt hij iets ander geluid alleen. Dus, en het geten wordt een beetje vochtig. Nou, maakt niet uit. Nou, de vormguts is hetzelfde idee. Dus gaat hier zo in. Hoppakee. Moet hij wel genoeg uitsteken. Dan had ik een heel mooi plaatje daarvoor. Oh, hier is hij. Kijk hier. Dit plaatje. Een 3D-print. Door Bast Houtomation. Te vinden op Instagram. Bast_Houtomation. Dus hout en automation gecombineerd. Die doet een houtdraaier, maar hij kan ook 3D-printen. Super tof. Mooie combinatie. Op die manier kan je deze slijpen. Super eenvoudig. Deze kan je dus opnieuw dus ook slijpen. En ja, er zijn er wat verschillende manieren voor. Je kan hem namelijk met zo'n soort afroegutsvorm slijpen. Ik ga liever voor zo'n lichte vingernagelprofiel. En ik heb hem daar gewoon wat experimenteren ontdekt. Dat als ik hem 10 centimeter uit deze mal laat steken, in dit blokje, zoals dus dit blokje, het oorspronkelijke blokje, dan krijg je dus de hoek die ik fijn vind. Daarvoor leg ik een lineaaltje op mijn tafel. Hou ik tegen de mal aan, dan laat ik hem 10 centimeter uitsteken en draai ik de schroef vast.
Ik zou natuurlijk ook een blokje hout hier aan vast kunnen zoeken. Goede afstand. Dat is natuurlijk nog best de beste methode. Ik schrijf deze neer. Nou, afwetten. Afwetten is zeker mogelijk. Ik doe het alleen niet zo vaak. Je krijgt een braam aan de binnenkant van je gereedschap. En niet aan de kant waarmee je over het hout snijdt. Dus op die manier krijg je minder ruw oppervlak op je hout. Eigenlijk vooral de polijstgraad, zeg maar, van het onderkant van het snijvlak. Dat bepaalt heel veel hoe glad je hout wordt. Maar mocht ik hier echt een duidelijke braam voelen, dan haal ik hem vaak weg. En dat doe ik dan met de Tormek. Datzelfde accessoire is ook te koop voor de Sorby trouwens. Dat is zo'n leren riem. Dan zet je het apparaat aan en haal je op deze manier dat snijvak onder op die riem af. En op die manier zou ik ook kunnen wetten. Zo. En dan krijg je dus dan kan je die braam aan de binnenkant een beetje afpoetsen. Dus dat is zeker mogelijk, maar niet per se nodig, zeg maar, om te doen. Naar de hoek van 55 graden. Dus een vraag die langs komt. Iemand vraagt: waarom heb je nou 55 graden aan die guts? Ja, ik vind de 45 graden. Ik begin een beetje een schok te worden. De 45 graden van de standaard gutsen. Die vind ik vrij scherp. Even over de lens heen brengen. Dat stopt. Die 45 graden die is vrij spits aan de voorkant. En als je het vergelijkt met de vormguts aan deze kant zo. Dan. Dit is de 45 graden, heeft deze. En de schaalgut is 55 graden. En wat eigenlijk op neerkomt, is dat de positie van je handvat anders komt als je een schaal gaat draaien. En je hebt vooral bij het uithollen van de schaal, is het handiger om 55 graden te hebben. Dan kan je ook makkelijker om de bocht, zonder dat het staal van je guts tegen de binnenkant, tegen de rand komt van je schaal. Hiermee kan je wat schalen maken die wat rechtop staande randen hebben. En dat is precies een stijl die ik heel fijn vind. Ik vind het heel mooi, zelfs als een schaal zoals iets naar binnen staande randen heeft. Echt fantastisch. Echt zo'n kommetje heb je echt een beetje zo de bovenkant wat dichter is. Dat hou ik echt van. En dan is die hoek daardoor wat handiger om daarmee te snijden. Dus 55 graden is wat mij betreft een hele mooie allround hoek. En dat, daarom kies ik voor die hoek. Er zijn ook andere hoeken. Ik heb ze lang niet eens allemaal uitgeprobeerd. Ik bedoel, er zijn zoveel manieren, maar dit werkt voor mij. En ja, daarom hou ik deze hoek gewoon zo. Maar er zijn zeker ook heel veel andere manieren om je gereedschap te slijpen. En ja, het kan best interessant zijn om gewoon eens wat dingen uit te proberen. Misschien dat er eentje fijner werkt voor jou. Of dat je bepaalde dingen mee heeft. Nee, dat werkt niet lekker. Of ik maak bepaalde dingen heel veel. Maak je veel borden. Platte dingen of ondiepe schalen. Dan zou je kunnen kijken of je guts een andere hoek geeft. Of dat het beter werkt voor jou. Of je dan sneller werkt. Of een gladdere afwerking krijgt. Of meer materiaal weg kan halen. Voor mij is 55 graden met zo'n vingernagelprofiel. Dus met zo'n weggeslepen rand. Is echt fantastisch. Je kan met veel kracht zetten, kan je heel veel materiaal weghalen, zo breed als de guts, het snijvlak aan de zijkant lang is. Dat is ruim een centimeter dikke krullen kan je pakken. Dus je kan een centimeter hout per keer van je schaal afhalen. Ja, dat is lekker snel, toch? Dat vind ik snel zat. Dus dat is heel fijn. Maar je zal zelfs die profielen nog langer kunnen slijpen. Dan kan je dus nog dikkere krullen pakken per keer. Dan moet je wel weer wat ijs aan je draaibank gaan stellen. Dan moet je draaibank ook wel een sterke motor hebben om dat te trekken. Dus voor de meeste draaibanken zeg maar, met de vermogen tot ongeveer 1000 watt is zo'n snijvlak als deze perfect. En ga je meer kracht zetten, merk ik dat die motor gaat afremmen. En dat raad ik je af, want dan krijg je motor ook echt meer slijtage voor zich. Dus dan kan je beter een iets sterker draaibank hebben. Ik ga nog één vraag beantwoorden en dan is het klaar. Voor mij zag ik net een vraag langskomen of het mogelijk is om... Om te snijden zonder de vouw op het hout te leggen. Dat vind ik een interessante vraag. Of nee, kan je draaien? Dat is belangrijk. Kan je draaien zonder de vouw op het hout te leggen? Ja, dat kan. Je kan draaien zonder de vouw op het hout te leggen. En dan noem ik het schrapen. Dat is eigenlijk zo een beetje cru klinkt bijna. Maar je kan, als je de vouw op het hout legt, dan krijg je een goede snijdende beweging. Dus ik eigenlijk bijna alles wat ik doe, snij ik. Dus met een snijvlak op het hout, dan snij je het hout glad af. Dan krijg je zoveel gladder afwerking, minder stof in de lucht en je gereedschap blijft langer scherp. Ga je hand wat verder optillen, zodat je zeg, meer alleen met dat puntje tegen het hout gaat, gaat hij op een keer over in schrapen. Dus dan gaat hij niet per se, hij stopt niet meteen met snijden, maar op een keer gaat hij over in schrapen. En dat is ook maar een klein verschilletje. Dat hoekje is maar een klein stukje in je hand wat verschil, dat hij gaat schrapen. Maar je kan ook zeker schrapen, prima. Er zijn heel mooie schrapers, kan je kopen. Je zou kunnen schrapen met je gutsen, maar dan worden ze wel snel op bot. En dan kan je ze niet goed gebruiken om iets te snijden. Dus dat is even
dingetje. Dus je kan absoluut ook schrapen. Dus niet met de val op het hout. Dat kan ook. Maar dat is een duidelijk verschil. Dat is een belangrijk principe. Daar ga ik misschien ook nog een keer een webinar aan wijden. Idee is dat, zie je. Ik doe één webinar en dan komen ideeën voor nog 10. Dat is het idee. Dus nou, volgende maand weer. Ben je erbij? Lijkt me leuk. En, heel erg leuk dat je gekeken hebt. Ik vond het echt leuk dat je erbij was. Nou ja, nogmaals, heb je zin om een keer een workshop te volgen? Ik heb weer genoeg data in mijn agenda staan. Kijk even op mijn website www.peterpeer.nl en daar zie je mijn aanbod aan workshops staan. En ja, het lijkt me heel leuk om jou binnenkort in mijn werkplaats te mogen begroeten. Of in de online cursus natuurlijk, dat ook. En anders, tot volgende maand. Lijkt me ook leuk. Hey, leuk dat je gekeken hebt. Nog een hele fijne avond. Heb je draaibank? Heel veel draaiplezier. En als je vragen hebt, ja, geef maar een geel. Stuur me even een mailtje. info@peterpeer.nl. Vind ik ook leuk om je vragen te beantwoorden. Dus leuk dat je er was vandaag. En tot de volgende keer maar weer. Doeg! Waar is die? Ja, doeg!